Een eigen kantoor. We hebben de sleutels. Maar wat nu? Dat is de grote vraag. We zijn nu in het kantoor en stap 1, we gaan dingen opmeten. Hier kom je dus gewoon binnen. En wij hebben dus echt heel mooi zo. Deze kant hebben we helemaal ramen, mooi lichtinval. En helemaal hier de andere kant. En de oppervlakte is ongeveer 25 vierkante meter. Dat is nog best groot. Voor ons tweeën echt meer dan genoeg. Oké, stap 1. Alles opmeten en kijken waar we alles willen hebben staan. We willen, als het goed is, een grote tafel. Toch, Inger? Een grote. Waar we ongeveer met 6 mensen aan kunnen zitten. Stap 1 zit erop. We hebben wat dingen opgemeten, we hebben wat dingen geschetst. Hoe we het allemaal een klein beetje willen hebben. Ja, en that's it. Dus nu wordt er denk ik dingen aanschaffen. Maar wij zijn in ieder geval heel erg blij. Ja, we kunnen niet wachten om te gaan beginnen. Oeh, het regent nu al heel erg hard. Oh. We are not biking in this weather. No. Praat normaal! Oh, dat is serieus mijn telefoon. Oh. Mijn telefoon. Oh, wacht. Haha. Heb je hem? Waren jullie bijna getuigen van het verdwijnen van Inga's telefoon? Kom je eraan? Lukt het? Ja. Niet mee bemoeien. Oh, je moet hem even omhoog. Ja, dat probeer ik, maar... Omhoog en naar je toe. Oh, dan heb je echt geluk, jongen. Als hij daar op was. Oh. Ik schrok me dood, man. Nou, weten we dat voor de volgende keer? Als er iets valt, dan dit er gewoon vanaf. Maar tot zover deze eerste video. Ik ga er eigenlijk een kleine serie van maken. Vind ik wel leuk. Een kantoor en wat nu. Ja. Ik ga jullie gewoon laten zien van, als je een eigen kantoor hebt, ja, wat dan de stappen zijn. We gaan even wachten tot de regen over is en dan gaan we weer naar huis. En dan gaan we denk ik, gaan we zoeken. Gaan we zoeken naar meubels. En Inger is blij. En ik ook. Nou, tot de volgende video. Ik denk dat dat een video wordt dat we dingen aan het uitzoeken zijn en misschien wel al aan het ophalen zijn. Ophalen hoe op de fiets. Ik hoop dat ze het komen brengen. Ik hoop het ook. Ciao.